Onze basisschool moet blijven. Leerlingen en ouders van de Driemassen in Bottendaal komen in actie om sluiting tegen te gaan. Ik vind dat wij best wel kans maken om nog te blijven. Maar ja, wie weet. En verder in het nieuws vandaag. Met pensioengaande hoogleraar blikt terug op 40 jaar ouderenzorg. En Nijmegenaar Saïd Ashoutar uitgeroepen tot jeugdprofessional van het jaar. Tot grote teleurstelling van kinderen en ouders dreigt basisschool De Driemassen in de Nijmeegse wijk Bottendaal te sluiten. Dit is naar aanleiding van een tekort aan leerlingen op de basisschool. Om de sluiting tegen te gaan zijn ouders en leerlingen in actie gekomen en zijn ze druk bezig met een petitie. De kinderen en ouders van basisschool De Driemassen hebben te horen gekregen dat de school per 1 augustus 2025 hun deuren zullen sluiten. Hier zijn de kinderen en ouders het niet mee eens. De Driemassen is de enige basisschool in de wijk van Bottendaal en de gevolgen van de sluiting zullen groot zijn voor de buurt. Nou, we hebben te horen gekregen van het bestuur dat komt omdat er te weinig leerlingen op zitten op dit moment. En omdat het schoolgebouw verbouwd moet worden wegens duurzaamheid. Wij zijn heel erg geschrokken toen we dat te horen kregen. Het kwam eigenlijk als een donderslag bij heldere hemel. Ik vind het echt heel jammer. Ik heb al bijna mijn hele leven op deze school gezeten. Ik ben er heel gehecht aan. Het is fijn om in een buurt op te groeien, dat je een basisschool in een buurt hebt met je vriendjes. De oudere kinderen realiseren zich wel van, goh, wat gaat er met mij gebeuren? Mag ik met mijn broertjes of met mijn vriendjes dan ergens anders heen of ga ik die niet meer zien? We worden verdeeld dus over de stad. Ik hou heel veel van mijn klasgenoten. Dat vind ik heel jammer als wij niet op één school samen zitten. Ondanks het slechte nieuws laten de leerlingen en ouders het hier niet bij liggen. Zo zijn ze in actie gekomen om de sluiting van de school tegen te gaan. Met een petitieactie en flyers proberen ze hun standpunt te zetten. Ze willen alles op alles zetten om basisschool De Driemassen open te houden en sluiting te voorkomen. De avond van de ouderavond werd er meteen een appgroep aangemaakt. En daar hebben zich binnen een mum van tijd hebben zich daar 130 ouders zich aangemeld. Ouders en kinderen zijn gaan flyeren. Daar hebben zich ook al meerdere buurtbewoners aangemeld om mee te helpen, mee te denken. Nou, we zijn nu vooral bezig met een petitie waar we al bijna 2500 handtekeningen nu voor hebben verzameld. In potentie kunnen we echt met deze school vooruit. Alleen dan moeten we het bestuur van zien te overtuigen. En die hebben nog even een andere kijk daarop. Ik vind dat wij best wel kans maken om nog te blijven. Maar ja, wie weet. Misschien niet. De zorg voor ouderen in Nederland is in de afgelopen jaren flink verbeterd. Raymond Koopmans, specialist en hoogleraar in de ouderengeneeskunde, neemt na 40 jaar afscheid van zijn vakgebied. Bij het Radboud UMC kijkt hij terug op een sector waarin vooral de kwaliteit van het leven flink vooruit is gegaan. Hij staat bekend om zijn inzet voor de verbinding tussen de ouderengeneeskunde en de ouderenzorg. En in het bijzonder de langdurige zorg. En hij ziet dat er veel positieve ontwikkelingen zijn geweest. Nou, er is ontzettend veel veranderd. Hè? Als ik gewoon eventjes terug ga, 40 jaar geleden, toen ik voor het eerst over een afdeling liep met links en rechts vier persoonszalen waar mensen permanent op bed lagen en naar het plafond lagen te kijken. En ik kijk nu, waarin we prachtige appartementen hebben, waarin mensen met veel eigen spullen gewoon wonen, dan is dat gewoon echt niet meer te vergelijken. Maar ook verwacht hij dat de complexiteit binnen de ouderengeneeskunde toe zal nemen. Ik denk, als je naar de verpleeghuizen kijkt, dan denk ik dat juist die, wat ik toch wel GGZ-problematiek noem, dat gewoon wel de groep mensen zijn die uiteindelijk nog steeds in een verpleeghuis opgenomen moet worden. Ja, en het is aan ons toch om, en ik ben natuurlijk ook een wetenschapper, om gewoon toch kennis te ontwikkelen van hoe dan met die complexiteit om te gaan. Toch interventies en vaak psychosociale interventies, dus niet medicamenteuze interventies te ontwikkelen van hoe wij
het beste met deze mensen om kunnen gaan, zodat zij toch ook voldoende welbevinden en kwaliteit van leven blijven ervaren. En de kwaliteit van leven en welbevinden is voor Raymond binnen de ouderenzorg dan ook erg belangrijk. Nou ja, ik denk als je gewoon naar mijn specialisme kijkt, hè, dan zijn wij dokters die leven aan de dagen toevoegen en niet dagen aan het leven. Hè. Dus wij zijn dokters die vinden dat niet alles wat kan, hoeft. Niemand wil pijn lijden of ja, niemand heeft graag kanker of wat dan ook. Hè. Dus, maar uiteindelijk gaat het erom dat we ons als mens gewoon wel bevinden. En ondanks dat Raymond nu met pensioen gaat, hoopt hij nog steeds dat ook met het nieuwe kabinet ouderen nog de kwaliteit van zorg krijgen. Het is wel leuk dat deze regering heeft beloofd om bijvoorbeeld het eigen risico te verlagen. Maar je leest vandaag ook alweer in de krant, bij diezelfde aankondiging van de zorgpremie, dat daardoor misschien de gang naar het ziekenhuis gewoon gaat toenemen, wachtlijsten gaan toenemen en we eigenlijk onder de streep met z'n allen meer geld gaan. Ja, dat is natuurlijk toch, ik denk toch de verkeerde ingang. Maar ja, het is wel zo. Wat hebben we als maatschappij over, hè? Om gewoon, nou ja, topzorg en behandeling te krijgen in Nederland. En ik heb wel eerder beweerd dat ook al heb je nog maar een paar jaar te leven in het verpleeghuis, dat ook al die mensen topzorg en behandeling verdienen. En dat vind ik nog steeds. Op bedrijventerrein Kerkenbos in Nijmegen is vannacht een zeer grote uitstaande brand uitgebroken in een bedrijfspand. De brandweer heeft het gebouw gecontroleerd laten uitbranden. Het nablussen duurde nog tot het begin van de middag. Er raakte niemand gewond. De brand werd volgens de veiligheidsregio rond 4:30 vanochtend gemeld. De brandweer rukte direct met groot materiaal uit. Ook korpsen uit Wijchen werden opgeroepen. Volgens ooggetuigen was de vuurzee enorm en sloegen de vlammen tientallen meters uit. Ook verspreidde het vuur zich razendsnel. Er kwam bij de brand veel rook vrij die zich over de wijde omgeving verspreidde. Rond 9 uur was een groot deel van de wijk Het Broek hierachter in Lindeholt nog in een dichte rookwolk gehuld. Bewoners kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden en eventueel aanwezige mechanische ventilatiesystemen te sluiten. De veiligheidsregio zegt dat bij de brand geen asbest is vrijgekomen. In het pand zijn meerdere ondernemingen gevestigd. Het grootste deel wordt gehuurd door bedrijf Alba, dat bootonderdelen verkoopt. Het vuur is overigens niet overgeslagen naar omliggende panden, zoals het naastgelegen restaurant Orient Plaza of tankstation Esso. Gemeente Nijmegen heeft eisen gesteld aan het leegstaande Carolespand en Plein 44 in Nijmegen. Het gaat zowel om eisen richting de aanwezige krakers als richting de pandeigenaar. De krakers mogen er niet overnachten en het pand alleen gebruiken voor de aangekondigde culturele activiteiten. Hierbij mogen de kelder en etages niet worden gebruikt in het kader van brandveiligheid. De gemeente zal hier regelmatig op controleren. Daarnaast stelt de gemeente de eis aan de pandeigenaar om voor 1 november met een tijdelijke invulling voor het pand te komen. Zij vindt dat leegstand op zo'n beeldbepalende plek in het centrum een negatieve invloed heeft op de leefbaarheid. Met een plan voor het pand kunnen ook de krakers worden gesommeerd te vertrekken. Er zijn te weinig vrijwilligers om de volgende editie van de Batavierenrace door te laten gaan. Dat meldt studentenmagazine Fox. Als er niet binnen 2 weken voldoende studenten gevonden zijn die de organisatie op zich willen nemen, gaat er een streep door de populaire estafette-race van Nijmegen naar Enschede. De oorzaak ligt volgens het bestuur van het evenement bij de toenemende studiedruk en de mogelijke langstudeerboete. Als de nieuwe Batavierenrace wel doorgaat, vindt deze plaats op 9 en 10 mei 2025. Tijdens het congres, de Dag van de Jeugdprofessional, heeft Nijmegenaar Saïd Ashutar de prijs Jeugdprofessional van het jaar 2024 in ontvangst mogen nemen. Ashutar zet zich in voor jongeren uit de straatcultuur. Dagelijks zet hij zich in met zijn team om iedereen een gelijke kans te geven in de maatschappij. Saïd staat bekend om zijn innovatieve en creatieve aanpak als jeugdprofessional. Hij begeleidt jongeren uit de straatcultuur. Binnen zijn welzijnsprogramma staan sport, onderwijs, veiligheid en leefbaarheid centraal. Zo wordt in het programma Voedsel Shabab zaalvoetbal ingezet om jongens en meisjes te bereiken die vaak op straat te vinden zijn.
Dat is een activiteit van FC Social Work. De voedselbed is een onderdeel van de interventie Voedsel Shabab, wat wij in verschillende wijken in Nijmegen organiseren. Mm-hmm. Waar we voetbal inzetten als middel om jongeren op verschillende leefgebieden te coachen. En denk aan de leefbaarheid, sociale cohesie, dat doen we door middel van de buurtbijdragers. Denk aan fair play en respect, dat vindt vaak plaats tijdens wedstrijden. Dus... Zijn werk heeft veel impact op de jongeren. Hij ziet ze dan ook regelmatig terugkeren bij zijn organisatie als medewerker of stagiair. De trainers zijn vaak ook oud-deelnemers. Dus eigenlijk, ja, je hebt oud-deelnemers die vroeger in 2001 zijn begonnen of in 2011 op een gegeven moment als oud-deelnemer mee hebben gedaan. Die het op een gegeven moment nu wat ouder zijn en die zeggen van hey, luister, Saïd of andere collega's van de organisatie, wat jij voor mij betekent vroeger. Ja, dat is voor mij heel belangrijk geweest dat ik nu eigenlijk ook me open wil stellen om iets zo weer te doen voor de nieuwe generatie in de wijk. Maar ook voor de wijk waar ik gegeven zelf in leef. Dat ik ook heb gezien als jonge jongen dat het goed is om iets te betekenen voor je wijk. En zo ontstaan er rolmodellen. En die rolmodellen die staan op en die helpen ons in de wijken. Ja. Saïd heeft nu de prijs Jeugdprofessional van het jaar gewonnen. Met deze titel mag hij ook een geldbedrag van €7.500 in ontvangst nemen. Hiermee kan Saïd een eigen project binnen het jeugddomein financieren. Hij wil investeren in een tour langs organisaties in het land om op die manier zijn ervaring met jongeren uit de straatcultuur te delen. Zodat op andere plekken in het land dezelfde beweging kan ontstaan. Zelf ben ik 20 jaar geleden begonnen. En als je nou generatie op generatie jongens hebt opgeleid die zeggen van hey, ik wil iets terug doen voor wat jij voor mij hebt gedaan voor de wijk. Ja, daar ben ik wel het meeste trots op, ja. Vandaag nog lang droog gehouden, maar op dit moment trekken er toch enkele buien over de regio en soms ook pittig van stuk. Die regen gaan we de komende dagen vaker zien, zoals bijvoorbeeld morgen. Verspreid over de dag valt er regelmatig regen waarbij de meeste neerslag in de middag zou vallen. Het wordt daarbij zo'n 17 graden. Ook donderdag en vrijdag valt er veel neerslag, maar is soms ook even de zon te zien. Hoeveel regen er vrijdag zal vallen is nog niet zeker, maar wel zal het met een aantrekkende wind een onstuimige dag worden. Echt lekker herfst dus. Dit was het RN7 Regio Nieuws van dinsdag 24 september. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. Volg ons ook even op de sociale media. We zijn te vinden op Facebook, Instagram, X, Threads en TikTok. Graag tot morgen.